Het komend weekend is het eindelijk zover. De Bastij opent zijn deuren voor het publiek. Iets later dan gepland, want door een aantal archeologische vondsten liep de bouw vertraging op. Eerder waren gedeeltes van de Bastij al te bezoeken, maar zondag kunnen bezoekers alles voor het eerst zien. En om dat te vieren, mogen zij voor één dag gratis naar binnen. De opening van de Bastij. Ja. Wat kunnen we zien en waar staat het? Nou, waar staat het? We zijn nog bezig met de laatste puntjes op de i te zetten. Er is nog overal activiteit, flink bouwactiviteiten. Hele schoonmaakploeg is vandaag ingevlogen om de ramen te zemen, de boel te stofzuigen. Maar we zijn ervoor klaar. We gaan aanstaande zaterdag hier een officieel openingsdeel hebben. En vanaf 3 uur is ook voor het publiek iedereen welkom. En zondag hebben we ook een hele grote open dag hier. Waar moet ik vooral op letten? Stel, ik kom volgende week langs. Wat moet ik dan zeker niet? Ik denk de pareltjes in onze tentoonstellingen zijn natuurlijk de archeologie. Zoals die ook ontsloten is op een heel originele manier. Met het publiek moet zich meer komen zelf maar laten verrassen, denk ik. Ja. En ik denk dat ik zelf wel heel, waar ik heel trots op ben, is de schatkamer van de rivier. Waar onze natuurhistorische collectie te zien is. En de plek waar we staan. Ja. Hè, maar dat is dan misschien niet helemaal een verrassing meer. Maar dit is natuurlijk wel een topplek om... Om uit te kijken over de rivier en het hele verhaal van de rivier te vertellen. Mm-hmm. Het is eigenlijk de eerste plek waar je 2000 jaar geschiedenis van Nijmegen kunt proeven. Hè? Waar je het echt kunt zien, aanraken, de muren. Op een paar plekken hebben we ook extra geconserveerd. Ja. Mag het aangeraakt worden en dan komt er een kleine verbeelding van het stukje geschiedenis wat daar is. Ja. En het is volkomen rolstoel toegankelijk ook, hè? Het is een heel avontuur, ja. Dus, maar het is overal toegankelijk, ja.